en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb mijn haren weer gestyled. Dat is niet zomaar. Ik had afgelopen weekend een bruiloft. Een Marokkaanse bruiloft. Daarbij moest ik een traditionele Marokkaanse jurk aan. En ik vind dat echt alleen maar mooi met stijl haar. Dus ik heb speciaal voor die ene bruiloft helemaal mijn haar gestyled. En ik dacht, ja, nou heb ik het al gestyled. Ik ga het niet nou maar één dag later. Dus ik ga het even een weekje gewoon doortrekken. Dus vandaar. Maar goed, ik ga vandaag jullie mijn snelle soft glam make-up look laten zien. Dit is de full glam look die ik maak als ik gewoon iets leuks ga doen en wanneer ik een beetje haast heb. Ik maak de look in 20 minuten en even ter referentie, normaal doe ik 3 kwartier tot een uur over een full glam look. Dus dat is echt een stuk minder. Dus dit is gewoon een hele snelle look als ik niet al te veel zin heb of niet al te veel tijd of whatever the reason may be. Dit is gewoon een look die ik maak als ik snel wil zijn. Dus het is een hele snelle look, maar het is nog wel echt een full glam look. Dus het is wel gewoon echt voor als je iets gaat doen. Het is niet een naturel everyday lookje of zo. En dit is weer een nieuwe routine. En ik heb ook echt een geweldige nep wimpers hack voor jullie. Die ga ik jullie ook laten zien. Dit gaat echt jullie leven veranderen qua nep wimpers plakken. Dus stay tuned. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb nog helemaal niks op mijn gezicht. Behalve dagcreme en zonnebrandcreme. En ik heb mijn wenkies al gedaan. Like always. Ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up, want we houden de oogmake-up best wel makkelijk vandaag. En ik ga mijn gezicht eerst primen met deze NYX Bright Maker Primer. Deze geeft je echt een prachtige glow over je gezicht. Echt heel erg mooi. Hij is zo peachy oranje en echt super glowy. I love it. En hij ruikt echt heerlijk naar peaches. Dan ga ik ook nog in met mijn Elf Body Primer. Deze is super fijn voor hier bij de poriën om ze wat minder zichtbaar te maken. Ik ga vanavond ook uit eten en zo. Dus dit is ook echt gewoon de look die ik vanavond ga ophouden. Ik hang gewoon op de hele dag. Het is nu pas 12 uur, maar dat maakt niet uit. Want deze routine die ik vandaag ga laten zien, blijft echt de hele dag goed zitten. Als foundation gebruik ik mijn Huda Beauty Glowish Skin Tint. Dit is een skin tint met een lichte dekking. En hij is ook super glowy. Dus dat vind ik heel erg mooi. Omdat ik vandaag best wel wat make-up op ga doen, wil ik gewoon dat dit een lichte dekking heeft. Want dan wordt alles niet te dikkig. Ik breng het aan met deze kwast van Morphe. De E63 kwast. Dit is een nieuwe kwast van hun. En ik vind hem echt super fijn. I love it. Dus die ga ik gebruiken voor deze skin tint. Kijk, je kunt het zo lekker inwerken. Ik vind het zo een fijne kwast. En wat ook fijn is, is dat je zo lekker om de neus heen kunt gaan en zo om de wenkbrauwen. Dat is echt super fijn hieraan. Het laat ook echt helemaal geen strepen achter. Ik heb heel vaak met kwasten dat ze strepen achterlaten. Maar dat doet hij ook echt helemaal niet. Dit is echt een fijne kwast. Kijk, en ik kan nou ook gewoon zo lekker om mijn wenkbrauwen heen zonder dat ik ze aanraak. Ik ben echt helemaal een fan. Ik ben hem hier echt helemaal aan het ophypen. Kijk hoe mooi dit je huid maakt. Het heeft echt een lichte dekking, maar het maakt nog wel zo mooi egaal. En het heeft echt een prachtige glow. Mijn gezicht heeft nou echt een prachtige glow. I love it. Als concealer gebruik ik deze True Skin Concealer van Catrice. Deze heb ik in de kleur 032, Neutral Biscuit. Is ook echt een fijne concealer. Ik vind hem heel fijn voor mijn droge huid. Al heb ik nou niet echt meer een droge huid. Ik heb echt alles eraan gedaan om het minder droog te maken met zowel make-up als skincare. En het heeft echt nut gehad. Mijn huid is niet meer zo droog als dat het voorheen was. Maar het kan ook een beetje liggen aan het warme weer ook. En dan inblenden. Ik gebruik deze Revolution X Friends spons. En dan ga ik al cream bronzen met deze bronzer van XX Revolution in de kleur Candid. Dit is echt een super, super fijne cream bronzer. Hij smelt echt gewoon in je huid en brengt super snel aan. De kwast die ik hiervoor gebruik is van Makeup Studio nummer 35. Het is een hele kleine stippling brush. En dan pak ik gewoon zo een beetje van het product. Of ja, ik pak op zich best wel veel. En dan breng ik het gewoon overal aan waar ik wil bronzen. En dan blend ik het zo extra goed in met mijn sponge. En that's it. Mijn gezicht ziet er nog steeds heel glowy uit. Want alle producten die ik nou tot nu toe heb gedaan zijn best wel creamy en glowy. En dan ga ik nou alles zetten met poeder. Want anders gaat het allemaal verschuiven en smudgy worden na een aantal uren. En dat willen we niet hebben. En ik gebruik daarvoor mijn ABH Translucent Poeder. En jullie weten van mij, ik moet altijd mijn neus contouren. Dus dat ga ik doen met dit Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur.
alles te hydrateren. Een beetje McFix Plus. Oké, dan ga ik even stoppen met mijn gezicht en beginnen aan de ogen. Ik doe helemaal geen oogschaduw op. Die stap sla ik gewoon echt compleet over. Wat ik wel aanbreng is een winged eyeliner. En mensen, dit product gaat jullie leven echt veranderen. Het gaat jullie make-up proces zoveel versnellen. Tenminste, als je nep wimpers plakt. En dat is dit product van Kiss. De Lash Glue Liner. Dit is zowel een eyeliner als een wimperlijm. En hij is echt amazing. Ik gebruik hem echt al weken. Ik had ook een samenwerking met hun op Instagram. Dit van vandaag is geen samenwerking. Ik vind hem gewoon geweldig. Vandaar dat ik hem wil laten zien. Ik heb hem echt al weken. Ik heb hem al heel vaak gebruikt. Je wimpers gaan er echt gewoon niet van af. En hij blijft ook gewoon goed. Hij droogt echt helemaal niet uit of zo. Ik vind hem echt geweldig. Dus zo'n pen is echt ideaal voor vooral ook beginners. Als je nog niet zo goed bent in wimpers plakken. Je hoeft dan niet allemaal te lopen handelen met allemaal wimperlijm en zo. Ik ben geen beginner en ik vind hem ook gewoon geweldig. Omdat hij mij echt gewoon tijd bespaart. Ik hoef niet helemaal wimperlijm aan te brengen. Te wachten, dit en dat. Ik breng gewoon dit aan en ik plak ze gewoon erop en ik ben klaar. Dus ik ga even hiermee een winged eyeliner maken. Hij is ook by the way gewoon te koop bij Kruidvat. En ik maak ook best wel een heftige wing, omdat ik dus helemaal geen oogschaduw opdoe. Oké, nou heb ik de wing aangebracht. Nou laat ik het een beetje drogen. En terwijl het droogt breng ik mijn mascara aan. En ik gebruik deze Morphe X Coca-Cola mascara aan. Oké, de eyeliner is nou een beetje gedroogd. Je voelt hem ook helemaal niet plakkerig worden ofzo, maar hij is het wel. De wimpers die ik ga gebruiken zijn ook van Kiss, van de Lash Couture Royal Silk Lashes. Dat zijn deze wimpertjes. Ik heb ze hier los. Deze zijn echt heel erg mooi. En dan wat ik doe is letterlijk gewoon deze wimper erop zetten en hij plakt gewoon gelijk vast. Echt ideaal. Er zit dus nou hier helemaal geen lijm op ofzo. Je bent echt zo klaar. Ik vind het echt geweldig, jongens. Je zet hem gewoon erop en je bent klaar. Jongens, dit is echt ideaal. Oh my god. Het zit er gewoon op. Zo makkelijk gaat het. Echt fantastisch gewoon. En je zou denken, omdat ik nou de hele wing ermee heb gemaakt, dat mijn hele wing nou helemaal zo plakkerig aanvoelt. Dat is ook gewoon helemaal niet het geval. Je voelt hem helemaal niet plakken of zo. Dus het is echt ideaal. Er is niks waarvan ik zeg, ja, dit is dan niet fijn. Gewoon, hij is gewoon compleet gewoon geweldig. Ik heb gewoon niks aan te merken. Dus jongens, dit verandert echt gewoon je lash game. Oké, wat ik dan ook altijd doe, is een zwart oogpot een loodje aanbrengen in de waterlijn hier. Want dan wordt alles gewoon goed zwart. Ik gebruik deze van Estée Lauder. En dit was het dan letterlijk. Ik breng ook niks aan op de onderste waterlijn. Ik breng ook geen mascara aan op de onderste wimpers. Ik laat het gewoon helemaal zo. Want ik vind het mooi als mijn ogen zo'n beetje die foxy eye look hebben. Dat een beetje zo omhoog gaat. Deze wimpers zijn ook echt prachtig. Dan ga ik weer verder aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht ook nog bronzen met deze bronzer van Morphe in samenwerking met Avani. Is echt een hele, hele mooie warme bronzer. Dit is in de kleur Hawaii. Dit hoeft eigenlijk niet per se omdat ik al die cream bronzer heb aangebracht. Maar ik wil toch gewoon nog een beetje extra bronzen. Want zo extra ben ik gewoon. Maar je zou dit eigenlijk wel gewoon kunnen overslaan. Oké, dan blush. Qua blush doe ik ook iets nieuws. Ik heb ook een andere soort stijl ontdekt. Ik ga geen highlighter aanbrengen op mijn gezicht. Alleen maar heel veel blush. En daarvoor ga ik twee blushes gebruiken. Ik ga beginnen met deze matte felroze blush van Makeup Studio in de kleur 48. Dit is echt een super felle roze blush. Heel erg mooi. En die ga ik aanbrengen als soort van blush basis ofzo. En ik breng lekker veel aan. En echt zo best wel hoog. En in het midden van mijn gezicht. Want dat staat het mooiste met mijn gezichtsvorm. En ik breng best wel veel aan. En dan met wat er nog op mijn kwast zit, ga ik ook een beetje zo over mijn neus. I love it, lekker roze. Oké, dit is dus een matte blush. Dus mijn gezicht is nu gewoon nog mat. Maar ik ga er nou overheen met deze blush van Too Faced. De Papa Don't Peach blush. Dit is een hele mooie roze peachy blush. Maar het is een hele glanzende blush. En hiermee ga ik er lichtjes overheen om een soort van glow aan te brengen. En dan is het alsof je een soort van soft highlighter op hebt. Maar dat heb je dus niet. Ik pak een beetje van deze blush. En dan ga ik hiermee gewoon zo lichtjes eroverheen. Kijk, dit geeft helemaal zo'n glow. Zie je die glow? Wat ik wel ga doen is highlighter aanbrengen op mijn neus en hier zo in mijn binnenste ooghoek. Daarvoor gebruik ik deze Catrice Highlighter, de More Than Glow Highlighter in de kleur 030 Beyond Golden Glow. Deze is echt super, super mooi, jongens. Oh my god. En hiermee ga ik een beetje een glow aanbrengen zo op mijn neus. Dit maakt mijn neus ook weer iets smaller, tenminste. Het laat het iets smaller over. En dan ook zo hier in de binnenste ooghoeken. En met wat er nog op de kwast zit, ook een beetje onder mijn wenkbrauwen.
En that's it. Ik breng het dus niet aan op mijn gezicht. Nou, en dan de lippen. At this point, je kunt met je lippen doen wat je wilt. Want je gezicht is super neutraal. Ik denk dat ik gewoon voor een nude roze lipje ga. Ik gebruik mijn Sowar MAC lippenpot loodje. En dan deze Bratz Lip Gloss in de kleur Chloe. En dan als laatste wat fixing spray. Ik gebruik deze Morphe Hydrating Fixing Spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Ik weet, ik heb echt een heleboel blush op. Maar ik vind het echt super mooi. Als je het too much vindt, breng gewoon iets minder blush aan. Maar ik wil echt gewoon een beetje dat de blush de show steelt. En dat doet hij nou ook echt. Ik vind het echt een super mooie look. Het is echt een soft glam, full glam look. Maar het oog toch nog wel een beetje soft van naturel. En dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. En deze look blijft ook de hele dag zitten. Dus dat is echt amazing. Laat me weten wat je ervan vindt beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Is dit een look die jij zou dragen? Zijn full glam looks überhaupt nog looks die jullie dragen? Of zijn jullie echt alleen maar van de naturel looks? Ik denk dat jullie ook wel full glam looks maken, anders waren jullie hier nu niet eens geweest. Maar ik vind dit echt prachtig. En ik hou ook van die blush. Kijk wat voor mooie glow die blush geeft. Zie je dit? Prachtig. Je hebt gewoon geen highlighter nodig. I love it. En je bent gewoon echt super snel klaar, omdat je dus oogschaduw overslaat. Je hoeft geen wimperlijm te gebruiken. Je brengt geen highlighter aan. Er worden gewoon allemaal stappen overgeslagen die je normaal wel zou moeten doen. Dus ja, ik hoop dat jullie het weer een mooie look vinden en ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Zoals altijd hoop ik dat het super goed gaat met iedereen. Gaat het niet goed, schroom niet om mijn berichtje te sturen via Instagram. Maar ik hoop sowieso dat ik jullie dag een beetje opfleur met mijn video's. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!